Voor het zevende jaar op rij is de zomervakantie in Voorschoten afgesloten met Bouwdorp. Op het terrein van de ijsclub Voorschoten konden kinderen tussen 6 en 12 jaar ook nu weer 3 dagen lang terecht voor sport en spel en om hutten te bouwen. De bijna 300 deelnemertjes werden opgedeeld in groepjes van ongeveer 10 kinderen. Er waren jongensgroepen, meisjesgroepen en gemengde groepen, net wat de kinderen zelf wilden. De organiserende stichting Gewoon Buitenspelen koos dit jaar strand als thema voor Bouwdorp Voorschoten. Geen zand op het grasveld van de ijsclub, wel tientallen fleurige parasols. 1 per groepje. Rond elke parasol werd een hut gebouwd. Op de slotmiddag maakte de driekoppige jury bekend welke groep de mooiste hut had gebouwd. Maar de grote winnaar van 2018 is geworden de hut Parasol 5. Naast eeuwige roem kregen ze een frisbee vol snoep en speelgoed. Alle andere hutten werden door de juryleden beloond met een gedeelde tweede plaats. Na de prijsuitreiking lieten de kinderen hun bouwwerken trots zien aan ouders en familieleden die waren komen kijken. Daarna volgde het afscheid van Bouwdorp Voorschoten en voorzitter Kirsten Beljaars. Voor een jaartje, want iedereen die volgend jaar nog geen 12 jaar is, mag weer meedoen. En de kinderen die dan naar de brugklas gaan, kunnen als vrijwilliger een handje komen helpen. En vooruit, nog 1 keer de winnaars van dit jaar.